Good day, all Jabbits and Jabbits. Nick en Gijs hier. Yeah! Ja, we vonden dat wij eigenlijk wel, net zoals Gamechap en Birdie, altijd pech hebben met ons huis in Balance Survival. Oh, dus we dachten zo van, we hadden het zo net erover staat van, ons huis gaat altijd kapot in de aflevering. Yep. Is er ooit wel zo'n aflevering geweest? waar misschien in het begin. Hadden? Dit was altijd. Dit is echt zo'n pechhuis geworden. En we hebben het ook gewoon nog voor. We hebben er ook nog over nagedacht. Zo van. Ja, dan gaan we wat hoger. Want dan gaat ons huis niet kapot. Nu kunnen we niet op, zeg maar. Dan hebben we geen creepers in de buurt. Alle pilaren zijn ook kapot. En we hebben een parcours trap gemaakt. Omdat, oh shit. Ja, want dat werkt goed. Want dat werkt ziek fijn. Ja. Wat gingen we deze aflevering doen? We beginnen een mopfarm maken. Oké. Okay. Jee, we hebben zin in, jongens. Mopfarm. We gaan eerst even naar de. Hey, Gijs. Oh, dude, we moeten toch naar dat ding toe. Ja, maar we hebben eerst. We hebben water nodig. Water hebben we nog wel. Kunnen we zo aankomen? Ja, maar dat moeten we eerst dan pakken, toch? We hebben, denk ik, 3 buckets nodig. Oh, wat? Waarom hebben we 3 buckets slapen? Nou, ja, 2 water. Halen. 3. Wat? 2 water en 1 lava. We hebben 2... Ik heb ook nog iron. Okay, oh, nice. Dus kunnen we 2... Ik gooi hier wel mijn rots in. Oh, wat? We hebben heel veel enderhuis. Nice. Ja, we hebben er 12. Hé, je hebt mijn enderhuis gestolen. Yep. Dief. Mahaha. Ik vind wel die automatische sleepfunctie ziek lame. Je hebt mijn... Je fucking scumbag. Je hebt ook mijn iron gestolen. Je hebt al mijn snap nog. Oh, shit. Hier, ik heb 2 buckets. Ik ga water halen. 2... Oh, kut, Gijs. Graag gedaan, Nick. Fuck you. Ik wil emmertjes water halen. Oké. Okay. By the way, als dit deel online is, dan ben ik vrij. En de dag erna ben ik in Disney. Oh, fuck jou. Graag gedaan. Maar ik ga deze keer mijn camera meenemen. Oh, Gijs vlogs. Spannend. Nee, dat niet. Dat gaat iets te ver. Ik zat misschien te denken aan een trollende... kanaal intro. Doe sowieso een Krumpy Gijs. In Disney. Kei gezellig, Disney, man. Kei gezellig. Dat moet je doen. Oh. En dan zo, bij iedere attractie. Ja. Wat ik dat gaan doen? Bij iedere attractie waar ik zo in ga. En zo aan je ma vragen. Oké, help even. Film even zo. En dan ga je zo echt gewoon voor die attractie staan. En zit je zo. Nee, okay, dit is de attractie. En dan sta je daar zo. Echt. Kei gezellig. Oh, nee. Melon attractie. Kei gezellig. En dan naar elke fucking attractie. Zo, stel dit zou de Tower of Terror zijn, hè? Tower of Terror. Kei gezellig. Oh. Oh, man. Lijkt me eigenlijk best. Nou heb je me een idee gegeven wat ik gewoon wil gaan doen. Voor iedere attractie waar ik sta. Disneyland Parijs. Kei gezellig. En op het einde zo. Zo, Gijs, wat vond je ervan? Kei gezellig. Nadeel is, ik moet dan wel alle attracties gaan voice-overen. Yep. Want ik denk, als ik ergens in heel Disneyland met een achterhand ga filmen... Sowieso, als het gaat waaien, is ja. Oké, okay, hoe gaan we dit... Disneyland! Kijk, gezellig! Oh, wow. Net zoals Kevin. Jongens, we moeten ook nog aan Kevin vragen of hij dat ding wou van Mark wou voice-overen. Oh ja, Moti. Als we nou eens water laten vallen naar beneden en naar 1 punt laten gaan. Goed zo, Gijs. Oh, ik ben zo trots op je. Kijk, we doen gewoon zo. Nee, wacht. Dan maken we daar een gat. Ik weet soms een derp. Derp, derp, derp. We hebben geen... Oh, we hebben hier torches. Ja, maar nu hebben we... Nu spannen ze. Vuur, Nick. Pak je het water weer? Welk water? Hier, boven. Kijk, pak dat. Ik heb geen emmer. Je hebt wel een emmer. Je hebt het net geplaatst. Nee, helemaal niet. Oké. Nick, please. Hoezo is het water helemaal hier naartoe gegaan, by the way? Omdat water best wel spreidt, zeg maar. Oké, wacht. Okay. Waarom ik niet zien wat er in de spawner zit? Ooh, magic spawner! Ooh. Je hebt geen pickaxe, dus ik kan je niet echt helpen.
Maakt niet uit hoor. Go Nick, go Nick, go Nick, go Nick, go Nick. Yeah, dit is leuk, dit is leuk. Ja, het zou jammer zijn als je geen pickaxe hebt, want haha, dat is... Auw, auw! Je weet dat ik best wel een geenchante wapen heb. Oh snap. Oh snap. Feel the pain of water. Nee! Ik probeer nou het water op te pakken. Jee, waterglijbaan naar beneden. Ik smelt als ik in water sta. Maar ik denk dat er geen dieren zijn, maar we kunnen nog steeds blijven hopen. Jee, er is helemaal niks veranderd hier. Waarom is hier, by the way, een... Nog steeds vind ik het raar dat we een gat hebben gemaakt onder de dirt. Dat was een reden voor. Wat was dan de reden, Nick? Vertel het ons. Maar die weet ik niet meer. Nick, wat ben je nou aan het doen? Niks. Doet. Hij haalt eronder uit. Wacht, kijk. En dan doen we zo. Oké, trouwens jongens. Wij gaan niet echt zo'n hele efficiënte... Nee, het gaat erom dat het... Het gaat erom dat het doet, zeg maar. En we hebben geen zin om het heel mooi en netjes en... zo. Oké, kijk. Wacht. Hé, wat? Wat? Ik zie licht hier doorheen. Oh, het is een teken van Jezus. Jezus wil ons iets vertellen. Vertel Nick, het maar. Nick, blijf staan, blijf staan. Nick, mijn jonge leerling. Nee, fuck jou. Nee, geen water. Zegenen. Nee. Ik ga je zegenen in het heilige water. Nee. Het betekent. De duivel is uit je. Jee. De priester worden. Oké, wacht. Plaats hier water? Op de poot. Wacht even, ik was aan het drinken, maat. Oké, maakt niet uit hoor. Oké, dan daar. Dan komen ze hier zo. Oké, wacht. Dan komen ze hier. Nee, als je hier spant, sta je stil. Ja, maar dan spannen ze dan niet. Rar, rar, ik ben een monster, rar, ik sta vast, rar, help me, rar. Ik help je! Rar, ik ben een monster en ik zit nog steeds vast, rar, wat moet ik toch doen, Nick? Rar. Oh, sure. Thanks. Rar, ik ben een monster en ik zit weer hier vast. Oh, wow. Help me, Rar, ik ben een monster, Nick. Wacht. Huis. Rar, Nick, ik ben nog steeds een monster. Rar, niet insluiten, nee. Rar, laat me. Hey, we hebben een zombie. Hebben we een... Nee, wacht. Oké, Gijs. Ja? Kijk. Zo. Rar, als er nou een zombie spant, dan ga ik van... Rar, ik ben een zombie, rar. Rar, en dan vallen we hierin. Rar, ik ben een zombie, en nu zitten we vast. Kut Gijs. Rar, ik ben een vastzittende zombie. Spring, oh. Spring. Nee, wacht, ik heb een pickaxe. Spring, boy. Hey. Oh, ik ga je sowieso wel killen. Spring, voor boy. Spring, voor boy. Nee, niet killen. Oké, wacht. Kut! Nee, niet doen. Ik ga hier staan. Nee! Oh, oeps. Kut, Nick. Sorry. Dan ben ik weer gesproken. Nee, per ongeluk. In wat voor wereld ik nou moet redden voor mijn leven. Zonder enige tools. Nick, I'm coming in hot. I'm coming in hot. Is het avond? Best wel. Oeh. Zijn er veel monsters? Ja, ook. Oeh. Had ons huis straks weer de dieven zin? Ja, ook. Vast wel. Hey zombie, spin. Nee, laat me erin. Laat me in het gat. Oké, Nick. Oh. Misschien, hè. Ja? Komen er allemaal boze zombies nog mee. Maar ik weet het niet zeker. Oké, nice. Waarom heb je het afgesloten? Omdat ik nu... Wacht, oké. We gaan nu zo hier vallen ze in. Ik ga wel een gat ongeveer naar waar je bent. Oké, en dan zo. What the fuck, Nick? Oh, kijk. Hey. Woe! Oké, hier zo. En dan vallen ze hier in. En dan komen ze hier. En dan, Nick. Ah! Haal me weg! Oh man, dit is een Nick. Ik krijg er super XP van. Moeten we denk slaan, deze Nick? Ik denk het wel, hè. Oké, dus we hebben een zombie-dingetje gemaakt. Oh. Ik zou alleen nou, wel waarom, hier... Waarom denk ik altijd zo'n Zelda-achtig iets hierbij? Heb jij een sign? Dude, ik heb niks, weet je nog? Ik was dood. Nee, dat weet ik niet meer. Waarom ben je dood gegaan? What the fuck? Geen idee. Misschien als ik op T druk staat er G-typo was slim bij Nick 1122. Oh wat?
moet een bug zijn. Dat moet een bug zijn. Wat? Hij werkt niet. Oké, wacht. Nee, en dan hier. Ik moet hier weer even op. Hoe kunnen we hier? Oké, hier zo. Vast wel. Waar moeten we weer er terug in? Omdat even de toorts weg moeten halen. Oh! Oh, hier is ook nog een toorts. Oké. Nu is het helemaal donker. Oeh. Gefixt. Ach, gijs. Ga ik wachten totdat de Nick 1-1-2-2 door het gat komt. Die levert kennelijk ziek veel XP om. Oké, wacht. Oké. Ho. In een wereld waar Nick 1-1-2-2 is. De soort van Hero Brian zijn. Oh my god! Oh mijn god! Het is er een! Oh man, hij was weg. We hadden hem bijna, jongens. We hadden hem gewoon bijna gekild. Oh, ziek veel XP gehad. En stuff. Oh, daar is hij weer! Daar is hij weer! Kom, we moeten... Nee! Oh shit, hij is ziek OP. What the fuck? Deze Nick 1-1-2-2 is wel echt een scheidmod. Dan ben ik die installeren. No! Don't do it. Oké. Dus, oh wacht. We hebben science nodig. Heb jij science? Werkt hij nog? Ik weet het niet. Zal hij werken? U ziet het in de volgende aflevering van Magic. Oh my god, Nick. Ja. Ga maar niet naar buiten. Gewoon laat maar. Is goed. Ik vind het wel gezellig hier. Het heeft gezellig sfeer. Zij hier denk echt... Waarom spant hier niks? 20. Ja, omdat iedereen alles boven aan het spannen is. Daarom spant er niks. Ik ga in mijn kelder kamperen. Nick, ik ben bang. En de heilige Taco gaat mij deze keer niet redden. Nee, dat is de eerste zombie al. Incognito mode, engage. Gijs, bedek je met zombie shit en zo. Doe het snel. Sowieso heeft die zombie mij niet door. Nou, wij hebben het te vaak over de Walking Dead trouwens. Wij hebben het te vaak over de Walking Dead. Wanneer hebben we het over The Walking Dead? Dat we hebben denk ik 4 afleveringen over The Walking Dead gehad. Sowieso wel 1 keer, zeg maar. Dan in een... Haha, de zombie ziet mij niet. Wat een sukkel. Oh, wat? Die zijn makkelijk... Hey, Gijs, waar ben je? Gijs, waar ben je? Het Gijs. Oh, grijze internet faalt. Haha. Dus jongens, ik doe een solo survival. Met een survival, alles, je weet zelf. Voor mij is grijs. Ik wacht even totdat hij het weer joint en dan kunnen we weer survivalen met elkaar. Oh, hij belt me. Oké. Dedos. Nee, ik deed het precies hetzelfde, zeg maar, zo'n intro van... Ja, even wachten dat Gijs weer komt. Wow, geweldig. Oh man, Nick, help. Holy shit, ik ben jongen, er geweest. Zijn er wel ik ben er geweest. Ik help je, Gijs, ik help je. Gijs, oh shit. Mijn enchantments zijn zo OP. Holy shit, jongen. Waarom moeten we kermis hier betrekken? What the fuck? Ik ben dood. Shit. Ik zat zeg maar heel de tijd rondjes te lopen met zombies. Oh, wacht. Ik ga maar naar de zombie. Hey, zombies. Yeah, ik zit safe, bitches. Holy shit, er zitten wel heel veel wie zombies. Wie is Wes? Wie ben jij? What the fuck? Wat? Dude! Dit is awkward. Hebben we nou een wijnis erop? Of is het weer gefaald? Wat? Wie is Wes? Wie is Wes? En waarom zegt hij zijn eigen naam? Zo van Wes. Okay, hij is net zo... IP. Hij is net zoals Quagmire, zeg maar. Kikkidi. En hij is zeg maar van Wes. Nou ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe hij dit IP heeft ontdekt. Ik denk van ons filmpje. Kijken naar je filmpjes. Gijs! We zijn aan het recorden. Oh shit, Wes. En heb zo'n vage Elmo-skin. Haha!
we hebben hem als pet. God, we gaan hem opsluiten. Heeft hij ladders? Oh! Oh, snap. Dit plan. Hey, hey! Good guy Enderman, hij steelt een blokje, maar hij plaatst hem ook weer terug. Oh, dat is wel aardig. Dat is wel tof, kijk, hij heeft hem teruggeplaatst. Oh, fuck. Laat maar. Kat, wat gaan we doen? Kat. Oh. Oh, hij gaat weer bakken. Oh, oh, oh. Waar is Enderman? Holy shit, hij is echt helemaal aan het durpen. Ja, maar, hij was bij... Wes is, vindt het wel gezellig hier, denk ik. Oh, shit. Hij gaat... Oh, shit. Oh mijn god, een episch gevecht. De epische figuren van Wes. De skeleton, wie zal er winnen? Oh shit. Pam 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 pam. Ja, Wes kan best wel veel arrows aan. Holy shit. Holy shit, joh. Hij is de menselijke arrow boy. Must be it, man. Kijk dan. What the fuck? ik denk wel serieus dat Wes hem aan kan. Oh, jammer. Jammer. Nou, oké, we kennen hem wel even. What the fuck? Ga weg, Wes. Je bent echt... What the fuck? Wat? Wes, je bent echt... ziek veel arrows. Je hebt ziek veel arrows. Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nee, blijf staan! Wes, please. 19, 11, 12... Hij heeft gewoon bijna 13 arrows. Sensei. Wat? 13... En volgens mij zat er ook nog eens in zijn voet. Dus zeg 14 arrows heeft hij overleefd. En hij springt gewoon nog. Hij is gewoon nog vrolijk van... Oh, nou, niks aan de hand. Niks aan de hand. Jongens, wie wil me even helpen met eruit trekken en zo? Ik denk dat dat wel moeilijk gaat worden als al die arrows uit moeten halen. Oké, we gaan hem even helpen. Zo. Nice. Auw, hij valt me aan! Hostile enemy, hostile enemy! Kassoos. Daai! Nou mensen, we gaan hier wel even een einde aan maken. We hebben een mob farm gemaakt. Ja, daar moeten we nog een sign voor gaan plaatsen. Yep. We hebben, Wes ontdekt. Wes! What the fuck? En ja, wat zullen we als codewoord doen deze aflevering? Doe Wes. Als codewoord. Of garnaal, want hij zei garnaal, dus. Zei die garnaal? Ja, hij zei garnaal. Oké, we doen garnaal. We doen garnaal. Dat is een nieuw garnaal, dus laat allemaal in de reacties achter garnaal. Bedankt, Wes. Aha, garnaal kan je anaal van maken met de G. Kansloos. Nou mensen, ik zie jullie in de volgende aflevering. Ik zeg, houdoe. Houdoe.